dat elektrisch rijden, daar is iedereen zo enthousiast over. Ik denk, dat moet ik ook maar eens proberen. En dit is echt een leuk testautootje. Ja, dat is een hartstikke mooie auto. Ampera. Dat is heel mooi. Hij rijdt ook wel zuinig, denk ik ook wel. Ten opzichte van mijn auto, 1 op 3. Die elektrische auto's, misschien, dat is wel de toekomst. Ja, dit is de toekomst. Ondanks de vooroordelen over elektrische auto's die veel mensen nog hebben. Er zijn te weinig laadpunten, het laden duurt te lang en je komt er niet ver mee. Maar ver rijden doen de meeste mensen ook helemaal niet. De gemiddelde forens rijdt 62 kilometer per dag, waarvan 22 kilometer woon-werkverkeer is. Nou, heb je dan een elektrische auto met een actieradius van zo'n 160 kilometer, dan gaat het altijd goed. En aan het aantal laadpunten wordt gewerkt. De gemeente Rotterdam plaatste op verzoek van de bezitters van elektrische auto's. Patrick de Recht doet mee aan een proef van BMW en hij is behoorlijk tevreden. Wij doen zelf veel projecten op het gebied van duurzaamheid voor onze klanten. En ten tweede, we vinden het ook belangrijk om zelf ons steentje bij te dragen. Ook voor de Recht is het enige verbeterpunt de actieradius van de auto. Deze haalt maar 140 kilometer. Maar er zijn al auto's die ruim 300 of zelfs 400 kilometer rijden op een volle accu. En ook niet onbelangrijk, ze zijn fiscaal voordelig. Ik heb zo'n auto met 0% bijtelling. Dus ik ben ook nog zelfstandig ondernemer, dus allerlei fiscale voordelen. En het voordeel is voor mij dat het ook nog gratis parkeer is hier, zo midden in de stad. Dus geweldig. Hoe is nu de verdeling? Zijn het vooral particulieren die het aanvragen of is het juist het bedrijfsleven dat zegt van nou, dit vinden we hartstikke interessant? Nee, het is vooral zakelijke rijders op dit moment. Je ziet dat de voordelen voor de zakelijke rijder net nog iets groter zijn. Als je hem aanschaft heb je milieu-investeringsaftrek. Daarnaast hebben we 0% bijtelling, dus ja, we zien daar echt een toename in. Voor de consument zijn de voordelen ook nog vrij groot, maar die omslag naar consument is af en toe nog net een brug te ver. Goed, iedereen enthousiast en zo'n Renaultje is natuurlijk best leuk, maar er zijn veel meer elektrische modellen. Dit bijvoorbeeld. En als dit het nieuwe rijden is, nou, laat maar komen. Nou, is het zo gaan stellen. Zo.